Een van de eregasten bij de onthulling was graaf James Carleton. Zijn overgrootvader George Carleton is een van de in 1814 gesneuvelde militairen in Bergen-op-Zoom. It's very exciting. It's really quite emotional. I've known about George Carleton for a long time. I know he was sent to attack Bergen-op-Zoom, but I didn't know the detail beyond that. Dat vind ik geweldig dat die hierbij zijn, want dat wil toch zeggen nou, dat er toch in die families ook nog wel een klein beetje leeft. Dus we hebben het eigenlijk niet voor niks gedaan. Eigenlijk werden de gedenkstenen vandaag opnieuw onthuld, want de originele plaquettes in de kerk werden in 1972 door brand verwoest. Hier moet wouw staan, hier staat vouw. Hier staat overblijfselen, daar staat ook fout gespeld. En dan staat hier nog gesneuveld. Dus de fouten in de originele stenen zijn letter voor letter overgenomen. Dus de stenen zijn exact, wat tekst betreft, exact hetzelfde als de originele stenen. De gedenkstenen herinneren aan de moedige aanval van de Engelse en Nederlandse troepen in de nacht van 8 op 9 maart 1814. Ze besloten toen de gok te wagen om de Franse troepen van Napoleon uit de vestingstad te verjagen. Maar de aanval mislukte jammerlijk. Ergens moet je er wel dankbaar voor zijn dat ze dus eigenlijk de stoot hebben gegeven om dus Bergen-op-Zoom te bevrijden. Helaas is het niet gelukt, maar ja, ze hebben toch de best gedaan. En de moedige poging staat opnieuw voor eeuwig vermeld op de gedenkstenen in de kerk. Of course I'm proud of him. Yes. And it's wonderful to be here to see the way he is held by the people of this place.